school. Zitten wij in de Jesco Auto Training School. We zijn hier uitgenodigd door Mike. Goedemorgen, Mike. Goedemorgen allemaal. Ja, en zo meteen begint de theoretische cursus, Kurt. Ja. Had je dat verwacht, dat je nog eens een theoretische cursus zou krijgen? Nee. En over wat dan nog? Door die theorie weten we al genoeg, hoe we de praktijk helemaal niet doen. Wel, feit genoeg is dat niet het geval. Echt waar niet. Er is een moment, er is een twilight zone tussen die moment dat jij het obstakel ziet. En dat je dan de juiste dingen kan doen, of de verkeerde dingen. Ja. Meestal gebeurt dat de verkeerde dingen. Maar als we spreken over de oorzaken van stuur, dan is één grote oorzaak ons stuur. En waarom is ons stuur onze oorzaak? Omdat wij daar te veel mee in draaien. Ondertussen maar geen enkele van die vijf mensen is ook maar een fluit geïnteresseerd in radio. Ze zitten onwaarschijnlijk geconcentreerd en luisteren naar de les. En zo moet dat waarschijnlijk ook, hè? Ja, klopt. Het zijn allemaal afmiddelen, hè, Mark? Wel, het is dan heel belangrijk. Ik zie ook zien dat ze wakker zijn. Dat heel groot en mooi voor iedereen. Dus ik ben dan heel wakker. Dus straks gaan we wel in de zin nog wakker worden. En daar word ik dus zenuwachtig. Ah, nee, hoe zou dat komen, zeg? Vind ik. Ja, hier en daar zag ik er toch bijna eentje uit de bocht gaan, maar het verloopt gelukkig allemaal veilig. Ja, maar dat hoort erbij, dat je weet hoe je daar moet op reageren. In de auto zit Kurt. Ja. Ja? Het valt me trouwens op dat ik weer het slachtoffer ben, terwijl jullie daar wel warm weer binnen zitten. Ja. Je hebt het meeste nodig, want jij hebt ooit al eens een gigantische slippartij gemaakt, hè? Ja, misschien is dat wel waar, ja. Dat was ook 10 jaar terug zeker op olie? Ja, dat was wel op olie. Dat is totaal anders dan op ijs natuurlijk. Maar ik weet wat slippen is en ik weet wat de gevaren ervan zijn. Dus ik ga het nu proberen, Sven. Ik ben echt te zenuwachtig, maar ik heb het volste vertrouwen in Mike. Oké, vertrek maar. Daar ga ik. Geef een beetje commentaar. Je vertrekt goed, zie ik. Ja. Ja, ik ga nu in tweede. Ik zie de hippen is al op me afkomen. Dat is kloppen, hè, Mike? Ja. Ontwijken, mooi. En stuur in de richting, ja. En terugkomen. Goed, helemaal volledig. Kijk, kijk, kom maar. Oh, yes. Ai. Hé, dat is bijna aan de knappen, hè. Bijna. We zitten wel in de sloot. Man. Je hebt echt een hele volledige bocht gemaakt, Kurt. Ik heb het hele parcours eens gezien, ja. Ja, maar je hebt dus niks van die lessen opgestoken, of wat? Ja, jongen, het is mijn eerste keer een beetje milder, hè. Oké, goed. Oké, ik probeer het nog eens. De tweede keer zo meteen. Wel, hij doet zijn best, hè, dat je het, maar zijn stuurwielbeweging is nog een beetje onorthodox. Hè. Hij zit aan dat stuur te draaien, echt alleen, niet normaal. Maar hij doet zijn best, want ja, je kunt het niet op 5 minuten leren. Dat is een beetje zoals skiën. Je hebt je tijd nodig om dat te evalueren en dat op te nemen in je hersenen. Dat is logisch, je moet het voelen. Ja, mooi uitgelegd. Mike die mag dan zo langzaamaan met jou naar de andere auto gaan op dat rechte stuk, Kurt. Ja. Want zometeen gaat hij aan 50 per uur naar de finish gaan. Alles dicht smijten op zijn winterbanden. En probeer dan zo snel mogelijk. Wacht, je gaat nog één keer. Ja. Aan de kant. Go, Kurt. Go. Dat niet aan die vegelingen. Ja, go. Goed gedaan, meneer jongen. Goed gedaan. Dat was wel echt warm. Het is warm.